Ruim een maand geleden interviewden wij Thijsje Oenemaan. Dat werd een hele bijzondere middag, vond ik. Vond je het lastig om zo'n openhartig interview te doen? Nou, het is wel heel persoonlijk en het is natuurlijk wel iets wat je zelf bij je draagt. Alleen, ja, ik vond het wel een mooie setting en het, ja, dan gaat het praten ook goed. Ja, je was heel openhartig over wat je is overkomen en waarom je Sochi uiteindelijk niet hebt gehaald. Was het ook een soort opluchting dat je het nu het hele verhaal als het ware had verteld? Ja, nou, ik weet niet of het een opluchting was. Het was, ja, het kon toen en ik vond het gepast. En het is nu ook een soort van klaar voor mijn gevoel. En het is, nou, nu kunnen we door. Ja, en hoe, hè? Want nog geen week later word je Nederlands kampioen. Ja, nee, dat was wel echt een mooie titel en een goede race. Dus het was wel echt ook weer fijn van, nou, ik ben weer terug waar ik daarvoor ook was. En het gaat goed en het schaats gaat goed. En het is, ja, dat is wel heel erg mooi dat het dan zo uitpakt in een titel. Ja, want het was eigenlijk allemaal even op het verkeerde moment. Je gezondheid, dan nog een sterven van de familie. Dan komt ineens alles bij elkaar, hè? Gek is dat. Ja, dat is vaak zo. Ik denk dat al het narigheid, ja, er kwam ook echt het een naar de andere ging soort van mis. En dan, ja, dat is dan het meest zonde als het in het Olympisch seizoen gebeurt. Alleen het heeft zo moeten zijn. En dan, nu is het alleen maar heel mooi en dan kun je er nog extra van genieten als het dan nu wel goed gaat. Ja, en dan heeft ieder nadeel ook weer een beetje voordeel. Dan ben je extra hard gaan studeren, want niet alleen maar schaatsen, maar ook nog twee studies. Ja, nou ja, ik vond het een hele leuke afwisseling. Ik dacht in februari, wat ga ik doen? En ja, dan kun je thuis gaan zitten. Ik denk, nou, ik ga weer gewoon studeren, wat ik heel erg leuk vind om te doen. En ja, dat pakt ook goed uit. En dan heb je weer een ander doel. En dat is, ja, ik vind het heel leuk om ernaast te doen. Vind je het leven nu eigenlijk leuker of is dat gek gesteld? Nou, ik vond het ervoor ook wel leuk hoor. Ja, zeker. Ik geniet ook wel van het leven. Alleen het is nu iets anders. Misschien doe ik nou iets intenser alles. Aankomend weekend, World Cup. Wat verwacht je daarvan? Ja, het is weer internationaal, dus het is weer net wat anders. Ja, als ik net zo ruis bij het NK, dan zit het zaken denk ik goed voor. Alleen je weet niet wat de rest gaan doen is. Dus je moet gewoon lekker weer zelf op jezelf focussen. En dan hopelijk hele goede races rijden. En ik hoop dat ik harder dan ooit rij op Tiel. En dan zien we het wel. Denk je dat je ook in je hebt om dit jaar wereldkampioen te worden? Nou ja, iedereen die aan de start heeft de kans. Alleen het gaat nu heel goed. Maar ja, de wereldtitel is natuurlijk wel heel hoog. Maar ja, we zien het wel. Het is 500 meter rijden. Er kan van alles gebeuren.